zijn en ik zijn de coördinators van de buurtprovincie. Hij moet toch iedere week een rooster vormen, dat ze weten wanneer ze moeten lopen. En hoe vaak lopen jullie vandaag? Iedere dag. Soms twee keer, vanwege de school. Er was heel veel overlast met parkeren. Dat is inmiddels heel, heel stuk verbeterd. Daar staan we twee keer in de week, 's middags. En als wij er staan met het vestje aan, dan gaat alles perfect. He? Iedere auto wordt in het vakje gezet. Het is heel raar wat een vestje eigenlijk doet. Hoe is het eigenlijk begonnen? Ja, door rommel en rotzooi in de buurt. En groepjes gingen zich vormen, mensen lastig vallen. Bankstellen, alles werd er door neergegooid. Oh, puin hier, hè. Toch gewoon binnen de deur, hè. Ja, gewoon even een foto, dan stuur ik die mee op. Hier, flesje, hé. Hey. En je kunt achter de geraniums gaan zitten, maar je kunt ook zelf wat doen. En dan zien we dus met de buurtprovincie hoger opgegaan verder. Medewerking gekregen van de woningbouwen en de gemeente en politie. De politie was er na een half jaar ongeveer heel erg blij mee, hè? Ja. En zo is het eigenlijk verder gegroeid. Nou, toen waren we in één keer met, in het begin met 15, 16 man. En nu nog een stuk of 11, denk ik. Hoe lang zijn we er al? 4 jaar? Gewoon om wat bij te kunnen dragen in de wijk. Om wat bij te kunnen dragen in de leefbaarheid van de wijk. En zodoende het ook maar opgegeven om te participeren in de buurtpreventie. We hebben allemaal een cursus moeten doen, dat we dus allemaal een officieel diploma hebben daarvoor. Er werd ook zo mooi gezegd bij de cursus van ze hebben het dan tegen dat vestje. Nou, dat is in principe ook wel waar. En niet tegen jou persoonlijk. Niet tegen jou persoonlijk, dus dat moet je eigenlijk ook gewoon langs je af laten vallen van ja. Niet reageren. Niet krijg uitlokken. Je ze harder mee als er op tegenin gaan. Want dan ben je aan het uitlokken. Ja, dus als buurtpreventie verstaan ze eronder dat je zelf niks uit moet lokken en alles goed bekijken hoe de situatie is, dat het rustig blijft. En de buurtpreventie is eigenlijk is geen politie, maar dat zijn de oren en de ogen van de wijk. Het parkeerbeleid hier aan de achterzijde, daar zitten winkeliers, het is een laat los situatie, er mogen geen auto's geparkeerd worden. Er moet nog veel gebeuren aan de hele omgeving hier om alles op te kalifateren. En normen en waarden te krijgen hier. Maar het moet wel aangepakt worden. Want iedereen klaagt wel. We wonen hier niet leuk, we wonen hier niet lekker, we wonen hier niet mooi. Hè? Maar ze maken het zelf niet mooi. En als je dan kijkt wat er allemaal gewoon aan rotzooi ingegooid gaat worden. Dat is gewoon onacceptabel. Je kunt niet eens bij een meterkast en dergelijke allemaal zo verzoenlijk. Je krijgt wel eens een hoofd geslingerd, maar voor de rest valt het wel mee. Maar dat hadden we ook in het begin heel erg, hè? Dat ze dan zeiden, oh daar heb je ze weer. Ja, nou, is in het begin al, ja. Nou komt zo de politie weer, weet je wel. Want aan de gewone burgers in België, ja, dat duurt wel even voordat de politie er dan is. Hè? En als wij bellen onder buurtpreventie, een paar minuten dan zijn ze er. De lijntjes worden heel kort. Als wij zeggen van, nou er wordt niet goed gereageerd, van te zeggen we kunnen beter ophouden. Zo, nee, doorgaan, jullie moeten doorgaan, hè? Niet laten vallen. Je moet niet een week stoppen, hè, want dan ben je weer benauwd. Dan kun je wel alles opnieuw op gaan bouwen. Consequent moet je bezig blijven.